Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Prison Architect. Ik zat er een game op en ik kreeg al gelijk een belletje van algemene directeur. Yeah, I know. Dat zal kut zijn als we dat hebben. En waarom zit hier van die rondepelletjes? Nou ja, anyway. Ik wil vandaag deze cellblok eventjes nog voor de rest even gaan inrichten. En wanneer ik dat klaar heb, dat weet ik nog niet echt precies. Maar ik wil vandaag deze aflevering niet echt al te lang maken, laat ik maar zeggen. Inactief. Verbinden. Ah, die zal wel bezig zijn, denk ik. Dus we moeten ook nog een beetje kijken of dit dan wel goed gaat. Want zo niet, dan hebben we een probleem. En ik denk dat de meesten wel... Hoe ga ik dat even noemen? Ah, wacht. Hè. 5 MI-agenten zijn aanwezig. Waar dan? Dat is toch allemaal weggestuurd? Allemaal lijkwagens, goddammit. Nou ja, ik wil in ieder geval deze nog wel proberen te halen in deze dagen. Ik kan het zien vanzelf wel. Ik krijg straks in ieder geval 21 gevangenen erbij. Nou, in de tussentijd ga ik deze muur alvast even plaatsen. Ook wel handig. Want dan hebben we in ieder geval wat meer cellen. Oh ja, ik kom er ook net pas achter dat ik ook weer heel wat bewaking moet nemen. Want ik had er 40 en nu heb ik er nog maar 17. Heerlijk, nu zit ik in de min. Maar ja, die bewakers had ik sowieso nog nodig, want zonder ze dan was het helemaal fout gegaan. Oh, wat dan? Oh, omdat die bussen nog hier staan. Die waarschijnlijk nog niet weer weg zijn gegaan. Hoe kan je vermoord worden door sleutels? Hoe? Dat is al heel vaag. Oké, ze zijn in ieder geval niet dood en ik moet nog eventjes 9 uurtjes wachten voordat het helemaal weer goed is. En dat we weer heel veel mensen mogen doden. Doe ik het wel zeggen, toen dacht ik van Nou ja. De isoleercellen zitten vol. Waarschijnlijk. Maar ja, we zouden ze nog wel eens een keer kunnen uitbreiden. En dan kunnen we weer gaan wachten. Hey. Oh, dat is wel leuk. Oké, we zitten nu in ieder geval halverwege met die onderzoek. We moeten daarna nog even 2 dagen lang 3 grote maaltijden met veel afwisseling.
Ik denk dat het bijvoorbeeld meer geld gaat kosten. Maar hey. Nou ja. Ik wil toch maar even wat meer erbij zetten, want ze zitten namelijk al wel vol. Heb ik toevallig echt nog wel artsen? Oh ja, die heb ik wel. Oké. Vier gewapende bewakers zijn in dienst, dan zijn het eigenlijk maar twee, maar hé. Ik denk dat het beste is om eerst even de cellen neer te zetten en daar nog weer gevangenen of bewakers aan te nemen. Zien. Dat hebben we zo gehoord. Laten we die er zomaar even neerzetten. Zo, hoppakee. Heb dat ook gelijk gedaan. Stom hoeft niet, oké. Hij is doodgegaan omdat hij verhongerd is. Of hij is nog verhongerd, maar hij is ook dood. Ik weet niet hoe ze dat willen noemen, maar hij. Nou, ik krijg straks weer geld binnen. Dat is mooi. Oké, ik zie ook net dat een gevaren ding ook weer weg is. Ja, we zijn gelijk alweer mensen agressief bezig. Oh ja, we kunnen nu die clone tool weer gaan gebruiken. Oh, sessie hervormingsprogramma. Oké, dan moeten we even wachten. En daarna moeten we nog een gevangenisdeur er nog een plempen. Ik kom net achter iets. Ik heb hier allemaal wel van die metaaldetectors neergezet. Maar ook al komen ze vanaf deze kant. Of zeg maar vanaf hier. Daar hebben ze sowieso wel. Ze hebben ze sowieso gecheckt. Dus op zich zou ik deze metaaldetectors wel weg kunnen halen, denk ik. Behalve dan die eerste. Oh, leek.
De keuken wil ik sowieso ook nog wel een keer gaan uitbreiden, maar dan moeten we even een andere stroomgenerator eraan sluiten. Of is het al? Volgens mij wel. Ja, dat is al oké. Okay. Laat maar. Dan zouden we nog wel heel wat dingen hier neer kunnen zetten. Dan hebben ze in ieder geval zodat ik ook genoeg eten. Oh, ja, ook echt precies 1000 euro. Oeh. Hier ligt een hele lijn met bloed. Lekker. Het zien. Nou ja, de cellenblok is in ieder geval klaar. Dat is iets wat ik wel deze aflevering wou doen. Nu hoeven we eigenlijk alleen maar deze nog eventjes te regelen. De volgende aflevering. En dan hebben we die ook weer helemaal klaar. En we hebben in ieder geval 10 mensen die het basisonderwijs hebben geregeld. Hij is ontsnapt omdat hij over deze hek is geklommen. Oh ja, grappig. Ik kan natuurlijk weer niet bouwen. Ja. Oké, waar was ik mee bezig? Oh ja. Rooster. Dat moeten we nu even aanpassen. Oké, dit mag vrij tijd worden en dan mogen ze hier nog eten. Zeven minuutjes en slaap, oké, dat lijkt me wel genoeg. Oké, dan moeten we dat ook even aanpassen hier ergens. Kosten per gevangene 30 euro. Zo. Dat is lekker. En ik wil nu nog even weer wat meer bewakers gaan nemen. Omdat we nu toch nog wel een beetje geld hebben. Misschien voor de zekerheid even hier nog een personeelsdeur even installeren. Volgens mij zei ik wel de vorige aflevering dat ik de wapenkamer en de kennel wil uitbreiden, maar dat moet de volgende aflevering maar komen. Wat dan nou weer? Een van de gevangenen in onze gevangenis met minimale beveiliging is onlangs in een spraakmatige rechtszaak aangeduid als een hoge pief in een bende. De gevangene is onder de radar kunnen blijven, maar nu weet iedereen wie hij zij is. Ja, wat wil je. Oh god, wat wil je dat ik daarmee doe dan? Sterfgevallen, nul vandaag. Huh? Dat is een beetje glitchy, vind je niet? Nou ja, in ieder geval, ik ga deze aflevering nu afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef like op mijn kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.